Nou, groep 4. Vandaag ga ik met jullie kijken bij rekenen naar blok 3, week 1, les 2. Wat heb je deze les nodig tijdens het filmpje? 1. Je wiskbordje met een stift. En 2. Alle andere spullen die je van rekenen hebt meegekregen. Pak de goede bladzijden vast voor je en pak de goede spullen vast voor je. Dan ga ik ook even de les van vandaag erbij pakken. Wat gaan wij leren deze les? Wij gaan vandaag leren de tafel van 5. De tafel van 5 hebben wij misschien al wel eens voorbij zien komen in andere tafelsommetjes. En misschien heb je ze ook wel eens langs zien komen in de klas. Dat kan. Misschien ken je er al een paar. Ik ga met jullie kijken hoe de tafel van 5 in elkaar zit. En daarna gaan wij met elkaar oefenen. En daarna ga je zelf de tafel van 5 gebruiken in opdrachten. Kijk met mij mee naar opdracht 2. Hoeveel kosten de sjaals? Nou, wat zie je? Je ziet hier weer een getallenlijn. Vind je het fijn om de getallenlijn op te schrijven? Zet dan het filmpje even op pauze en teken op je wisbordje even een getallenlijn. Dit mag natuurlijk ook op een blaadje als je dat fijn vindt. Dat mag je zelf van mij kiezen. Oké, wij gaan met elkaar kijken. Je ziet op de getallenlijn steeds dat er 5 bij komt. Wij zijn bezig met de tafel van 5. Dus bij elke tafelsom komt er 5 bij. Ik ga stap voor stap de antwoorden en ook de tafelsommetjes hardop zeggen. Kijk er eerst naar en luister mee. Vind je het daarna fijn, en dat raad ik ook echt aan om te doen, spoel het filmpje daarna even een keer terug om de hele tafel met mij mee te doen. Komt-ie. 0 keer 5 is 0. 1 keer 5 is 5. 2 keer 5 is 10. 3 keer 5. Dat is 15. 4 keer 5. Dat is 20. 5 keer 5. Dat is 25. 6 keer 5. Dat is 30. 7 keer 5 is 35. 8 keer 5, dat is 40. 9 keer 5 is 45. En 10 keer 5 is 50. Misschien heb je al wel wat sommetjes gehoord die we al een keer gedaan hebben met elkaar. Misschien ben je het ergens in de klas tegengekomen. Misschien heeft de meester of juf hem een keer verteld. Of misschien had je hem zelf al bedacht. Dat kan. Voor de echte slimmerikken onder ons mag je ook eens proberen of je 11 keer 5 weet op te lossen. En ook nog of je 12 keer 5 kan oplossen. Die zijn wel heel moeilijk, maar ik denk dat als je goed nadenkt, dat je er wel uit moet komen.
Ik loop hem nog één keertje helemaal door. 1 keer 5 is 5. 2 keer 5 is 10. 3 keer 5 is 15. 4 keer 5 is 20. 5 keer 5 is 25. 6 keer 5 is 30. 7 keer 5 is 35. 8 keer 5 is 40. 9 keer 5, dat is 50. En, oh, sorry, daar maakte de meester een foutje. 9 keer 5 is 45. En 10 keer 5 is 50. De twee moeilijkere sommetjes, die hou ik nog even geheim. En misschien dat ik je die nog wel een keer vraag. Dus probeer ze, als je dat wil, ook op te lossen. Wat ga je deze les maken? Kijk met mij mee. Opdracht 3. De tafel van 5. In het filmpje zijn een aantal keersommetjes uit de tafel van 5 uitgelegd. Dat zijn 1 keer 5 tot en met 10 keer 5. Als je misschien al een beetje meekijkt, zie je hier ook al 11 keer 5 tussen staan. Dus ook hier gaan we proberen een stapje moeilijker te maken. Denk eraan dat elke keer als jij een stapje verder gaat in de tafel van 5, dat er dus 5 bij komt. Wat ga je doen? Opdracht 3. Daar wil ik de antwoorden van de tafel van 5 in 4 nette rijtjes hebben. Daarna ga je naar opdracht 1 en zie je grote machines staan. En deze machines hebben we al vaker gebruikt. Aan het begin zie je een getal. Daar gaat iets af. En daar komt een antwoord uit. Ik wil 2 nette rijtjes met eraf. En daarna wil ik 2 nette rijtjes met erbij. Net zoals de vorige keer. Heb je een vraag? Schrijf hem ergens even op. En dan kun je dat later aan de meester of aan de juf vragen. Dan zou ik nu zeggen, groep 4, heel veel succes met de les. Aan de bak. En ik spreek jullie snel.